We willen nu wat verder gaan over de twee stromen van Bijbels die we de volgende keer besproken hebben. We zullen eerst een korte uiteenzetting geven over die twee stromen en dan de specifieke verschillen bespreken. Op het moment dat God iets openbaart, of het nu zijn woord is, of het nu een verbond is, of het nu zijn zoon is, probeert de vijand dat altijd te imiteren. Hij is de grote imitator. De Heer heeft een bruid, de gemeente van de levende God, gekocht met het bloed van Jezus Christus, gerechtvaardigd door geloof alleen. De duivel heeft ook een bruid, de bruid van Satan, de hoer van Babylon, de kerk van Rome in Openbaring hoofdstuk 17. De Bijbel zegt, Jezus is het licht der wereld. De Satan verstelt zich als een engel des lichts. In 2 Korinthe hoofdstuk 11 wordt gesproken dat Paulus zich zorgen maakt over de gemeente in Korinthe. Want deze gemeente die gaat een ander evangelie na, ontvangt een andere geest op grond van een andere Jezus. Nou, is het niet verwonderlijk dat de vijand ook een imitatie Bijbel heeft? En inderdaad, dat heeft hij. Hij is ook een Christus, een gezalfde, naar Ezekiel 28. Hij is een valse Christus en hij zal zich openbaren in naar 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 als een valse Christus, een antichrist. Niet iemand die alleen tegen Christus is, maar ook in de plaats van de ware Christus komt. Hij is ook een valse herder, een nietsnuttige herder naar Zacharië 11 vers 17. Wel nu, hij heeft ook een Bijbel veranderd. In 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 2 wordt gesproken dat Paulus niet als de vele is die het woord Gods vervalsen. Met andere woorden, er is een zuiver stroom van Bijbels op grond van Griekse manuscripten. Heden ten dagen meer dan 5500 manuscripten. 99% van alle Griekse bewijs is de grondslag voor uw Statenbijbel. En je hebt de vijand die dat imiteert met een klein groepje manuscripten in het Grieks, zo ongeveer 50 stuk, op grond van maar 1%, of minder dan 1% van alle manuscripten bewijs in het Grieks. Wordt de boom van herziene textuele vervalsing. En beide kun je kennen aan hun vruchten, want uit de vrucht wordt de boom gekend, zegt Matthäus 12 vers 33. Nou, het begon reeds in de Hof van Eden, in Genesis hoofdstuk 3 vers 1, toen de slang zei tot Eva, ja, is het dat God ook gezegd heeft? Met andere woorden, twijfel zij aan de woorden van God, daarin begint zonde. En dat is begonnen in Egypte, een beeld van de wereld, in Alexandrië, waar de eerste ecumenische universiteit ontstond. Dank mannen als Filio, Clemens van Alexandrië, Origenes. En men probeerde daar de christelijke godsdienst te combineren met jodendom, afvallig jodendom en Griekse heidense filosofie. De eerste keer dat het woord Alexandrië ook wordt genoemd, vinden we dat in Handelingen hoofdstuk 6 vers 9, waar de Alexandrijnen Stevenus aanklagen en hem vals beschuldigen. Dat is hetzelfde heden ten dagen in de laatste dagen dat degenen die bijbelgelovend zijn, aan de Statenbijbel als de Heilige Schrift geloven in het Nederlands, die worden vals aangeklaagd. Egypte is een beeld van deze wereld. En deze wereld onderdrukt toentertijd de Joden, nu de bijbelgelovigen. Op deze plaats in Egypte, Alexandria, is de oorsprong van de grootste vervalste satanische heterodoxe manuscripten, Sinaiticus, men zegt 305 na Christus ontstaan. Vaticanus, men zegt 330 na Christus ontstaan. En Alexandrinus, ook wel Codex A genoemd, 450 na Christus ontstaan. En deze hebben alle de apocryfen als onderdeel van de Oud-Testamentische kanon tussen de boeken van het Oude Testament staan. Alexandrinus is nog niet zo heel slecht. Die heeft in de Evangelie een Byzantijnse, dus een Statenbijbeltekst. Maar in de rest van het Nieuwe Testament naar handeling is het net zo slecht als Vaticanus en Sinaiticus. Nou, op grond van deze drie vervalste manuscripten komen de Latijnse Vulgata, die door Hieronymus in 382 opgetekend is in Bethlehem, vanuit het Hebreeuws en het vervalst Grieks vertaald in het Latijn. En dat heeft uiteindelijk de donkere middeleeuwen ingebracht van 500 tot ongeveer 1500 na Christus, die gebroken werden met de opkomst van de Byzantijnse tekst
samengesteld door Erasmus en vertaald als eerst in het Duits door Luther, daarna door Liesveld in het Nederlands in 1526 en uiteindelijk door Tyndale in het Engels in 1525. En vanuit daar is het de hele, vooral Noordwest-Europese kant opgegaan. Het Oude Testament van deze vervalsingen, van die Vaticanus en Sinaiticus manuscripten, wordt genoemd de Septuaginta. Hier hebben we nogmaals het Vaticanus manuscript in grote letters geschreven, zonder enige punten of woordonderbrekingen erin. En het Oude Testament hiervan wordt genoemd de Septuaginta, een vervalsing van de Hebreeuwse tekst, die de basis is voor onze staten bij dan alle reformatiebijbels. En het treurige is dat de hedendaagse nieuwe bijbels, de NBV, de Nadense Bijbel, de NWG, de Bijbel in de moderne of Nederlands begrijpelijke taal, elk van de vijf voorhoeverbijbels van 1877 tot 1982, het groot nieuws voor alle, hoop voor u, de Willibrord-vertaling, de Jehovah-getuigen-vertaling van de nieuwe bijbels, van de Jehovah-getuigen-bijbel van de nieuwe wereldvertaling, dat zijn allemaal bijbels op 1% van het manuscriptenbewijs. Nou, het Griekse woord voor scheidbrief, die een man mocht geven in het Oude Testament aan zijn vrouw, wordt genoemd Biblio Apostasio. Dat betekent letterlijk afvallige bijbel. Met andere woorden, er komen dozijnen afvallige bijbels op in de laatste dagen van de gemeente, genoemd Laodicea, rechten van de mens, alsof God eigenlijk zegt, het lichaam van Christus kan een keuze maken, of de afvallige bijbels, de scheidbrief, of de heilige schrift en zich zo onderwerpen aan het woord van de levende God. En zolang de christenen vastgehouden hebben aan de zuivere schrift, werden ze door Rome vervolgd. In het donkere middeleeuwen was dat zo. En de Philadelphia gemeente tussen 1500 en 1900 ontstaan, omdat het een gemeente was die het woord van God weer vast heeft gehouden. En sinds eind 19e eeuw komen die vervalste bijbels wederom op. Die zijn dan de basis geworden van de afvallige protestante bijbels, zoals de voorhoeven van de Vergadering van Gelovigen in 1877, in het Duitsers de Elbevelde in 1855, of de VV in het Frans. Je hebt het ook gezien met vervalsingen in de Anglicaanse Bijbel, de Revised Version of Western Hort in 1884, in het Duits met de Revidierte Lutherbibel uit 1883 in het Nieuwe Testament, nog niet zo radicaal als in het Engelstalig en Nederlandstalig gebied gedaan hebben, maar toch al gedaan. En toen de katholieken in de loop van de 20e eeuw zagen dat de ketters in hun ogen de Bijbel van Rome hadden geaccepteerd op grond van vervalste Griekse manuscripten, konden ze met gescheiden broeders, want zo werden we daarna genoemd naar het Tweede Vaticaans Concilie, samenwerken na 1965. Dat was de basis geworden van de Ecumene en de Evangelische Alliantie. En als je dus aanneemt dat de nieuwe Bijbels beter zijn, dan moet je zeggen dat het ware woord van God is niet aanwezig geweest 1700 jaar lang, tussen de 4e eeuw en de 20e eeuw. En dat de ware Bijbels opkomen aan het einde van de gemene tijd, die eindigt met afval. En daarnaast dat Satan nooit zijn hand heeft gehad in enige Bijbelvervalsing. Maar de vrucht van de moderne Bijbels is de Inquisitie, de donkere middeleeuwen, de maffia, de kruistochten, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Dertigjarige Oorlog, de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en Nederland om de vrijheid van Nederland, de opstand, de onderdrukking van de Oestasen, de katholieke Kroaten in Servië in de Tweede Wereldoorlog, waar meer dan 800.000 Serven afgeslacht zijn, de oorlog tegen de terreur, de NATO-aanval op Servië, de slag tegen de Armenische orthodoxe christenen, 100 jaar geleden, die nog altijd ontkend wordt door de Sunni-moslim-overheid in Turkije. De oorlogen in Korea en Vietnam van de katholieke Verenigde Staten van Amerika. Dat zijn de gevolgen van een systeem wat de zuivere schrift afwijst en een vervalste Bijbel accepteert. Dat is allemaal gebeurd aan het einde van de 19e eeuw, rondom 1850 in het Duitsstalige gebied, rondom 1800 en 70 in het Nederlandstalige gebied en rond 1880 in het Engelstalige gebied en rondom 1900 in Amerika. We zullen dat eens even bekijken aan de hand van
deze vervalsing. We hebben hier een boom getekend met een herziene textuele vervalsing op grond van slechts 50 manuscripten, 1%. De basis is te vinden in het Vaticanus manuscript, een Grieks manuscript, ongeveer 330 na Christus. In het Sinaiticus manuscript van 350 na Christus. Het Alexandrinus manuscript 450 en de Ephraimus rescriptus van ongeveer 450 na Christus. Allerlei vervalste Griekse manuscripten. Op basis hiervan werd een Latijnse Vulgata gemaakt door Hieronymus in 382 na Christus. Die werd gevraagd te doen door paus Damasus. Die paus werd over de lichamen van meer dan 100 van zijn tegenstanders. De Clementijnse Vulgaat, de standaardtekst van de donkere middeleeuwen, heeft hier zijn basis op. De Engelse geheime katholieken Westcar Noord hebben dat in 1881 als basis genomen voor een Engelse vertaling. Tischendorf, de ontdekker van het Sinaiticus manuscript, heeft hier zijn vervalste Griekse tekst opgegrond. Nestle heeft dat gedaan in 1898, een Duitser uit Stuttgart. Zijn zoon Erwin Nestle heeft dat verder gezet en heden ten dagen is het het Nestle-Alland Nieuwe Testament, bekend uit Münster, het katholieke Münster, waar u nog altijd aan de toren van Münster de kooien ziet hangen, waar de baptisten toen de tijd uitgehongerd zijn in de 16e eeuw door de bisschop van Münster, die ook nog eens een keer in 1672 Groningen aanviel om het protestante bolwerk in het noorden met de grond gelijk te maken. De tekst, de 27e uitgave van Nestle, is heden ten dagen dezelfde als van de Verenigde Bijbelgenootschappen uit 1963, heden ten dagen over de vierde of de vijfde druk. En op grond daarvan, deze boom van textuele vervalsing, vinden we de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovengetuigen, de katholieke Willibrordvertaling, de Voorhoeven Bijbel, alle vijf drukken van 1877 tot 1982, gemaakt in 82 door onder andere Kramer, Ouweneel en Medema, een groep afvallige protestanten, die ook de charismatische richting opgegaan zijn. De NBV in 2004, de Bijbel in de moderne taal, de NBG 51. Dat is het gevolg van een textuele vervalsing, gebaseerd op maar slechts 1% van het getuigenis, met dan 50 manuscripten in het Grieks. We hebben ook een andere kant. Dat is de kant die we nemen voor de Statenbijbel. Dat is de originele Textus Receptus, gebaseerd op meer dan 5500 manuscripten, ongeveer 99% van alle manuscripten bewijs. En het vindt zijn basis in Antiochieën. Antiochieën, weten we, dat is de eerste plaats in de schrift waar de volgelingen van Jezus christenen werden genoemd, in Handelingen hoofdstuk 11, vers 26. En ook was het de thuisgemeente van waaruit Paulus met Silas op Barnabas zijn zendingsreizen maakte en wanneer ook naar terugkeerde, in Handelingen hoofdstuk 13, de eerste vijf versen. Op grond daarvan zien we de Syrische vertaling in de Peshitta, in de tweede eeuw na Christus, het Oud-Latijn, 157 na Christus, de Bijbels van de Waldenzen in de middeleeuwen en de Albigenzen in Zuid-Frankrijk, de straatpredikers van Wycliffe, de Lollarden, in de 13e, 14e eeuw. Het is de basis van Ulfilas Gotische Bijbel in 350 na Christus, die vanuit Constantinopel ging naar de goten die toenertijd ten noorden van de Zwarte Zee leefden, het heilige Oekraïne. En die goten hebben zich bekeerd, met de juiste tekst, hebben ze 100 jaar later het heidense Romeinse Rijk verwoest in 476 na Christus. Dan hebben we de Erasmus, die in 1516 na de val van het Oost-Romeinse Rijk in 1453 die Griekse manuscripten samenbrengt in een testament, gedrukt in Zwitserland. En Luther gebruikt daarvan de tweede druk in 1522 voor zijn vertaling in het Duits. Tinder gebruikt die tekst in zijn vertaling in het Engels in 1525. Liesveld gebruikt die in het Nederlands in 1526. De Zwitsers nemen die als basis in 1531 voor een Zürcher Bijbel. Een andere Duitse Bijbel is de Peschater Bijbel op grond van deze tekst in 1602. En uiteindelijk zien we de andere Bijbels zoals de Godsauksom in het IJslands, de Diodate in het Italiaans, de Reina Valera in het Spaans, de Almeida in het Portugees, de Gdansk Bijbel in het Pools, de Synodevertaling in het Russisch. Eigenlijk zie je dat die zuiverschrift in alle talen van de wereld vertaald werd. Meer dan 600 talen werd deze tekst vertaald voor 1900. Daarom was de 19e eeuw ook een geweldige zegensrijke eeuw, met de opkomst van alle bijbelgenootschappen en natuurlijk ook een afschuwelijke eeuw voor Rome, die geweldig veel gebied verloren heeft
is ook de tijd geweest waarin alle vrijheden opkwamen, verbonden met dit boek. En uiteindelijk kwam ook voort de, in het Nederlands de Statenbijbel, de zevende reiniging in het Nederlands. Te beginnen met de Liesveldbijbel was de Statenbijbel de zevende reiniging, beloofd naar Psalm 12, vers 6 en 7. En in het Engels hebben we dan de King James 1611 Bijbel, de zevende reiniging in de zeven talen. En ook na zeven Engelse reinigingen, te beginnen met de Tyndale in 1525, eindigende in 1611 met de King James Bijbel. De volkomen perfecte Bijbel in de internationale taal in de laatste dagen. Met andere woorden, dit is geen weerspreuk. U interpreteert bijvoorbeeld vanuit de zicht van de Statenbijbel al die andere Bijbels, zonder die tekst van die andere Bijbels te veranderen. En Engels is de uiteindelijke wereldtaal. En daarin kunt u al die andere Bijbels interpreteren in het licht van de Engelse King James, zonder die andere Bijbels te veranderen. Dan nu, de Bijbel zegt dat aan de vruchten we de boom kunnen kennen. De vruchten van deze Bijbelgroep is geweest de vrijheid van volken, de soevereiniteit van Nederland, de vrijheid van geweten, de vrijheid van samenkomst, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van de pers, de opkomst van de middelklasse, de welstand, de sociale instellingen als ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, voorzorg voor later, ouderdomsvoorzieningen, ontwikkeling, onderzoek, research, mensenwaarde. En veel meer. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het nieuwe tijdperk is begonnen officieel politiek met in 1648, met het einde van de Dertigjarige Oorlog. Maar eigenlijk begon dat al met de opkomst van de zuivere schrift in het Noordwest-Europa met Erasmus, Luther en Tyndale en een man als Liesveld. En veel van deze vrijheden, heden ten dagen, zijn verankerd in de grondwet van de Verenigde Staten en Europa. Ik wil nu een aantal voorbeelden bespreken van versen die weggelaten zijn in de nieuwe Bijbels. Ik neem hierbij de NBV, dat is eigenlijk de Bijbel die heden ten dagen de NBG denk ik meer en meer verdrinkt in veel moderne kerken. En dat denk ik is een goed voorbeeld als voorbeeld om te zien hoe uiteindelijk de vervalste Bijbels deze zaken veranderen. Ik wil gewoon een paar voorbeelden noemen en ik noem even eenvoudig de referentie met wat er weggelaten is in de nieuwe Bijbels. Ik wil iets lezen uit Marcus hoofdstuk 2 vers 7. Het woord tot bekering is weggenomen in een NBV, als ook in een nieuwe wereldvertaling van de Jehovah-getuigen een Telos-vertaling van de Vergadering van Gelovigen, de 1982, en een Willibrord-vertaling. En deze woorden tot bekering, die zijn er ook uit in de Latijnse Vulgata. Zo iemand oren heeft om te horen, is er uit in een NBV. En ik zal niet de andere Bijbels elke keer noemen, maar als ik niks noem, is het ook uit in een Jehovah-getuigenbijbel, een officiële katholieke Bijbel van Willibrord. Die hebben heden ten dagen dezelfde tekst als de afvallige protestante Bijbels. Het woord Heere is eruit in de NBV, als ook in de katholieke en de Jehovah-getuigen Bijbels. Waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Twee versen worden weggelaten in Marcus 9, vers 44 en 46. En de NBV, als ook in de katholieke en de Jehovah-getuigen Bijbel. Het kruis op je nemen wordt weggelaten in Marcus 10, vers 21. NBV. In je hoofdgetuige in de katholieke Bijbel. En indien gij niet vergeeft, zal uw vader, die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. Dit hele vers wordt weggelaten in NBV en in je hoofdgetuige in de katholieke Bijbel. Nou, dat zijn een paar voorbeelden uit het Matthäus-evangelie. We zullen niet in detail alles bespreken. Maar ik wil u een paar voorbeelden geven die u zelf kunt checken. Handelingen 8 vers 37, het hele vers wordt weggelaten. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is, als voorwaarde om gedoopt te worden. Dat vers wordt weggelaten in de NBV, als ook in een Jehovah-getuig en een Willibrord-Bijbel, als ook in een moderne Vergadering van Gelovigen Bijbel. Dan het woord Christus wordt weggelaten in Handelingen 16 vers 31.
In Handelingen 24, vers 6, 7 en 8 worden deze drie vertalingen weggelaten. En naar onze wet hebben we een oordelen. Maar Lysias, de overste daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht. In gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen. Dat alles wordt weggelaten. Ook het hele vers in Handelingen 28, vers 19 wordt in deze drie Bijbels voorkomen weggelaten. Dat kan niet zo heel belangrijk zijn hier. Colossense hoofdstuk 1 vers 14. Door zijn bloed. Worden weggelaten in de NBV, in de NBG. Als ook in de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah Getuigen. De Willibrord en de Voorhoeven vertaling. Of de Telos vertaling. 1 Timotheus 3 vers 16. Het grootste vers over de godheid van Jezus Christus. Wordt eruit gehaald. God geopenbaard in het vlees wordt veranderd in. Hij is geopenbaard in het vlees. Zegt elke Jehovah getuige amen op. Maar ook deze vervalste lezing uit de Jehovah getuige Bijbel komt terug in een voorhoef van NBV en NBG. Als ook de Willibrord vertaling van de Jehovah getuigen. Dan nemen we nog een vers in 1 Johannes 5 vers 7. Dat is een van de grootste versen over de drie eenheid. Ik lees het even voor. Drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. Alles is daaruit in een NBG, een NBV, in een Jehovah Getuigenbijbel, een Telos en een Willibrord Bijbel. En uiteindelijk worden de woorden in Openbaring 22 vers 19. De waarschuwing dat iemand afdoet van die woorden van God. Dan zal God zijn afdoen. Uit het boek des levens. Het woord boek des levens wordt veranderd in boom des levens. Dan nemen we nog één. Het woord Christus wordt weggelaten in Openbaring 12 vers 17 in een NBV, NWG, Jehovah Getuigen, Willibrord en Voorhoeven Bijbel. Het zijn maar een paar voorbeelden. U kunt ze zelf eens nakijken als u de referenties opgeschreven heeft. We hebben ook een boek geschreven over dit thema. Ik wil het graag aanbevelen, omdat het iets is wat u zelf het beste kunt bestuderen. En als u het zelf bestudeert, dan is het ook een overtuiging die van u komt. En niet omdat ik iets verteld heb. En het boek heet God schreef maar één Bijbel. U kunt het bestellen bij onze stichting. We hebben een ANDI erkende stichting. Stichting Bijbelgelovende Baptisten. En het boek heet God schreef maar één Bijbel. We hebben ook wat materiaal geschreven specifiek over de HSV. Satans vervalsing. NBV. De weg terug naar Rome. En u kunt al die, dat materiaal bestellen op onze webshop www.sv1637.org. Nogmaals, geloof mij niet. Beproef de dingen. En dan kunt u zelf onderscheid van God bekomen wat recht en verkeerd is. U heeft een standaard nodig en een van God aangegeven standaard, bewezen door zijn vruchten, is de Statenbijbel 1637. Eén van de vele Bijbels waarop God zijn adem heeft gelegd. En als u die nog wilt hebben, kunt u contact opnemen met de Gereformeerde Bijbelstichting in Leerdam. En die stichting is degene die de beste Statenbijbels verzorgt. Mogen de Heer u daarin wijsheid geven.